Welkom terug bij Kane & Lynch 2 Dog Days. We gaan weer verder op onze moordtocht in Shanghai. In de vorige aflevering heeft Kane het helemaal verneukt voor ons. Die moest weer zo nodig een vrouw neerschieten. En toen ging die gast van, nee, wat heb je nou gedaan? Ik snij mijn keel door. En ja, dat gebeurde toen zomaar. En nu zitten we in een auto met twee mannen. Anders vraag ik me af wie de auto bestuurt. En ik ging heel even de ondertiteling aanzetten. Nou kijk, dan kunnen jullie wat horen boven mijn gelul. Oh, saving options, kom op. En toen was er nog steeds geen ondertiteling en werden we aangereden. Dat zijn onze haters die denken, fuck jou Gijs, geen ondertiteling. Oh, hè. Oh nee, niet dit level, hè. Hier moeten we de auto verdedigen en ik heb zoveel pech gehad met deze game. We worden gewoon terroristisch aangevallen, hè? Gewoon midden op de snelweg. Heb je daar ooit last van gehad? Sta je op de snelweg? Boom! Oh gast, dat is niet zo mooi. Oh nee! What the fuck? Waar kwam die man vandaan? We zijn al twee keer dood gegaan. Als we nou één keer per aflevering doodgaan. Oké, hoe gaan we dit tactisch aanpakken? Nou, van die auto voor ons. En hier is ook eindelijk een game waar je teammates je helpen. Want vaak zijn het in de meeste games... Huh? Kwam die man nou echt uit het niks? Fuck jou, vrouw. Je gaat gewoon aan. Pijnlijke stilte was net. Sorry, joh. Mijn god, ik zit gewoon zo intens in deze game. Holy shit, mijn aim is echt bagger vandaag. Hier, kom dan. Kom naar boven. Nee, toch niet. Kom, hop, hop. Oezie. Nee. Foei. Niet doen. Niet doen. Up. Nee. Au. Hallo, het zeer. Oh, nee, kom op, nee. Oh mijn god, serieus, bedankt Kane, je bent mijn held. Oh mijn god, ik was bijna dood geweest. Dan moet ik heel dit stuk weer overnieuw doen. Au. Echt, dat zijn limo onder aanval. Ja, ik moet toch ook op mijn eigen leven letten, jezus, mina. Oh, wat kwamen hier niet van die bikers? Oh. Kon die gast nou serieus niet maar in drie mooie 360? Zo, we zijn eindelijk weer een safe state verder. Oh, jezus mina, hè. Oh, wow. Holy shit, oh, what the... Wow. Kom hier. Holy shit, man. Volgens mij had Kane dat echt niet moeten doen in aflevering 1. Nou mensen, wat hebben we dus van heel deze serie geleerd? Als je ooit ruzie hebt, schiet nooit de vrouw dood. Dan word je midden op de snelweg aangevallen. En iedereen vindt dat doodnormaal en begint mee te schieten dus. Oh hey, hoe ammo? Dat wil ik wel heel even hebben. Oh, wow. Meneer de shotgun. Doe eens even normaal. Holy shit.
En ik maar denken dat de Russische maffia erg is. Nee. Daar heb ik nu toch een heel ander oordeel over. Oei oei oei. Gewoon huismannen, hè? Die gewoon denken van, nee, nee. En dan komt de politie en die gaan ons schieten. Nee, nee, nee. Lekker realistisch, hoor. Wij zijn niet degene die zijn begonnen met deze oorlog. Oh, shit. Ja, doe maar zo. Deze Uzi. Hey, meneer de politieagent. Oh, what the fuck? Zijn hoofd wordt gecensureerd. Dat wil ik ook. Hey, wie zit nou op mij te schieten? Oh. Niks gezegd. Oké, en nu? Oh, moeten we naar de garage toe? Pff, wist ik. Kijk, wist ik gewoon. Sodding heart attack. Oh my. Hey, hoe mooie BMW die geen BMW is, maar iedereen weet dat het een BMW is. Is een dit is een Wingo. Dit is een AP 270. Oh mijn god, wat is slechte humor in deze serie. Dun, 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 ik heb snor. Waar moet ik heen? Als iemand mij dit kan vertellen, dat zou ik echt tof vinden. Moeten wij hier naar boven? Oh, ik kon ook zo lopen. Huh? What the hell? Oh, wat? Oh, we moeten hem... Oh, wow, wow. Oh, deze kan ik gooien. Vangen. Zijn er nog meer van die brandbus? Kom, 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 politieagent. Oh, cola machine. Oh, dit gaat netjes. Boom. Oh, nou niet meer. Nou, ik zie het nog niet hoor, maar mijn popje zegt dat hij hem ziet, dus dat vind ik al goed. Oei. Oh, kom op. Wie zegt dat geen eens schot raak was? Oh, hier hebben we een brandblusser. Oh shit, dat was echt niet dat was niet slim, denk ik. Oh, hier hebben we ook geen brandbussen meer. Voel je speciaal. Ik wou bijna een brandblusser alleen speciaal voor jou gooien, maar... Oh, wow, wow. Hoezo, Emhoven? Oh, hey. Is dit een nood? Hey, oh, yes. We maken toch veel voortgang in deze let's play. Meer dan ik ooit heb gedaan, bijna. Alleen wat ammo zou fijn zijn. Dat is echt, want ik heb... Vier kogels. En ik heb nog 25 in mijn Uzi. Wow. Daar moeten we niet uit. Dat wordt mijn dood. Oh, Kane. Dan ben je toch een idioot. En... Oh, wow, wow. Ik wist al dat dit... Dit ziet er nog vrij redelijk veilig uit, toch? Oh mijn god, dit wordt echt mijn dood, toch?
Oh, hij heeft een wapen. Switch weapon, oké. Geef me wapen. Nee. Is hij onder fire? Echt, meen je die? Oh mijn god. Oh nee, kom. Oké, we bukken gewoon. Gast, wat doe je zo dicht op mij? Oké, 3, 2, 1. Kamikaze! Nou, eigenlijk is het niet echt de kamikaze uit, maar... Wat de f... Oké, nou pakken we even wat ammo. En dan gaan we mooi dit deel eindigen. Nou mensen, bedankt voor het kijken van deel 2. Doe een groen duimpje omhoog als je deze serie nog steeds leuk vindt. En ja, in het volgende deel gaan we nog meer Shanghaise agenten kapot schieten. Krijgen we misschien hopelijk wat hulp. En ja, voor de rest is de verrassing.